Vandaag gaan we zouten oplossen in water, zoals hier staat. En zouten bestaan uit ionen, zoals je hopelijk weet. En dat is iets wat we goed moeten onthouden, want daar verliezen veel van mijn leerlingen punten door op hun toetsen. Ja, let op een formulering. Dus een zout bestaat uit een metaal en een niet-metaal ion. Dat is dat woord ion, dat mag je vervangen door een deeltje. Ja, als je nog niet weet wat een ion is. Maar zeg nooit dat zouten bestaan uit een metaal en een niet-metaal. Want dat is gewoon niet goed. We gaan natriumchloride gaan we oplossen. Dat is een zout. Hè. Natrium is een metaal en chloride, chloor is een niet-metaal deeltje, een ion. Dus natriumchloride, dat is een zout. Dat zit in de vaste vorm S in een ionrooster. En dat ionrooster heb ik hier geprobeerd te tekenen. Wel tweedimensionaal, niet driedimensionaal. Wat waarschijnlijk in je boek wel mooi staat. En je ziet dat die natrium en natriumionen, die chloride en chloride, die proberen van elkaar weg te komen. Ja, en dat plus en min trekt elkaar aan. Dus tegenover ieder ion zit een natriumion en vice versa. Dus dit is een heel mooi regelmatig ionrooster. En dit ionrooster geleidt geen stroom, geen elektriciteit. Zoals je weet geleidt een zout geen elektriciteit in vaste vorm. Dan gaan we dat oplossen. En dat oplossen en vloeibaar maken is natuurlijk weer iets heel anders. Als we het zout in een vloeibare vorm gaan of willen hebben, dan moeten we het enorm sterk verhitten. Want die ionen die hebben een hele plus en een hele minlading. En soms wel meer dan één plus of één minlading. Die trekken elkaar dus hartstikke sterk aan. Die ionbinding is heel erg sterk. En dus om die ionen van elkaar te scheiden, ja, om dat tot kookpunt te brengen, bijvoorbeeld in de gasfase, dat kost enorm veel energie. En je ziet dat het kookpunt van die zouten vaak boven de 1000 graden zit. Nu gaan we het niet vloeibaar maken, maar we gaan het oplossen in water. En dat is iets, hè, dat is een degelijk verschil. Dit doen we heel regelmatig. Als je zout in de soep gooit, ja, dan doe je niets anders dan natriumchloride in vaste vorm in je busje. Ja, dat sprenkel je over de soep. En de soep is over het algemeen het grootste deel water. En dat lost zich op in natriumionen en in chloride-ionen. En het is echt essentieel dat je de plus- en de minlading, dat je er niet vergeet. En dat je daar AQ achter zet. Hier worden veel fouten gemaakt. Dat zijn mijn formulering. Het is dus niet natrium, de stof en chloride gas. Dit zou echt heel raar zijn. Dan zou je keukenzout uitstrooien over je soep. En dan, we weten allemaal wat er gebeurt als je natrium in water doet. Dat explodeert of dat vat vlam. En chloorgas is overigens diatomair. Dus dat is hartstikke giftig. Dus dan ga je, als je dat inhaleert, dan leef je niet heel lang. Hoe ziet dat eruit? Nou, die ionen die worden van elkaar gescheiden. Je ziet hier dat rooster en hier worden ze van elkaar gescheiden. En nou niet golfjes gaan tekenen van water. Want als we losse ionen tekenen, moeten we ook watermoleculen tekenen. En daar is iets bijzonders mee aan de hand. Ik heb er een paar getekend, maar eigenlijk kan je dus zeggen dat hele vat, ja, of mijn hele bekerglas is gevuld met waterionen, waar een aantal NA plus ionen of Cl min ionen in zitten. En ik heb hier even wat vergroot, want wat zien we? Dat natrium dat heeft een hele pluslading. En we wisten van vorige hoofdstukken dat het water is een dipolmolecuul. We hebben daar twee polaire bindingen die zorgen dat dit een polaire stof is. Dus bij het zuurstof hebben we een delta min en bij de waterstofkant hebben we een delta plus. Ik kan het een beetje voorstellen als een magneet. En die delta min, ja, kant van het watermolecuul die wijst naar de Na plus ion toe. Ja, omdat dit een plus is en een plus en min, weet je, dat trekt elkaar aan. Andersom, bij het chloride ion, zien we dat het watermolecuul zich omdraait. Ja, dan is de delta plus kant, die wijst juist naar het chloride molecuul. En zo zou je dat hier ook moeten tekenen. En als je goed kijkt, zie je dat ik dat geprobeerd heb. Hier zo is chloride, de twee waterstofatomen richting het chloride. En hier is het natriumion en dan zie je dat de zuurstof richting het positief geladen natriumion is. Heel complex dit. Ja, er zijn veel termen die je netjes moet leren gebruiken. En ik heb hier een voorbeeld van je, voor je natriumfosfaat. Je ziet dat we hier, als je weet wat die verhoudingsformules zijn, dat we die 3, die moeten we hier neerzetten. Omdat fosfaat een 3-min lading heeft, natrium heeft een 1-plus lading.
Een zout in vaste vorm is altijd neutraal geladen. Dus 3 min van het fosfaat en 3 plus van 3 natrium. Dat zorgt dat dit zout in het kristal, in het ionenrooster, dat ongeladen is. Een lading van 0 heeft. Nu ga ik dit oplossen. En ik ben benieuwd of je daaruit komt. Ja, hier was het wat makkelijker bij natriumchloride. Want voor iedere natriumion is er ook maar 1 chloride-ion. En hier hebben we voor ieder fosfaat-ion. Ja, want dat fosfaat is een samengesteld ion. Dat blijft helemaal intact. Dat is het ion. Voor ieder fosfaat-ion heb ik 3 natrium-ionen. Dus zou je dat kunnen tekenen? Of zou je dat in een reactie kunnen aangeven? Nou, hieronder heb ik beschreven wat je zou moeten tekenen en wat de reactie is. Dus heel veel succes.